volgende Urmei is een vervolg op de eerste Urmei. Het zijn eigenlijk maar kleine variaties op de eerste variant. Kijk en doe mee. Eén variant is dat je begint met de armen zijwaarts omhoog te strekken. Tot schouderhoogte. Draai de palmen naar elkaar toe. Duw de ellebogen naar voren en laat de vingertoppen naar voren wijzen. Open je rug en maak lengte met de ellebogen naar voren en met de vingertoppen naar voren. Duim omhoog. Dan breng de duimtoppen richting je hoofd. Blijf de ellebogen van je lichaam afduwen. Kantel je rug terug naar beneden. De handpalmen naar beneden. Breng de handen zijwaarts. Halverwege maak je de zwartvingers. Strek je drie keer goed door. Trek je gordelmaai in. De kruin omhoog. Maak lengte naar de toppen van de zwartvingers toe. En laat los. Als je dat drie keer gedaan hebt, breng je de rechterarm door het lichaam heen naar de linkerarm toe en dan maak je daar lengte. Breng terug naar het midden. En breng de linkerarm in je lichaam naar de rechterarm toe. Dan maak je daar lengte. Dat ook drie keer. Open je handen weer. Vingers zijn gesloten. Breng je aandacht naar de middelvinger, de top van de middelvinger. Die laat je omhoog komen. En de andere vingers die volgen. Open je pols. Duw je handwortel van je af. Laat de ellebogen vallen. En dan, terwijl je zwaar je buik intrekt en inspiraalt, open je de handen. Zogenaamde adelaarsklauw. Laat je los, je sluit de vinger weer. Ook dat weer drie keer. Dan maak je zogenaamde tijgerklauw. Dan buis je de vingers als het ware om een rol munten heen. Je strekt weer. Ook deze doe je weer drie keer. Breng je palmen naar beneden. Daaruit richt je ze naar voren. En de gesloten vingers buig je vervolgens naar voren toe. Duimtoppen wijzen omhoog. En vanuit je duimmuis open je het gewricht van de duim terwijl je ze naar beneden laat draaien.
kom je weer terug. Doe je ook 3 keer. Laatste keer houd je de palmen naar beneden gericht, strek je de vingers uit. Breng je gewicht naar het rechterbeen. Komt de knie omhoog. Bij de vinger en de teentoppen naar beneden druk. Maak een schoppende beweging naar voren terwijl je je wreef opent. De enkel ter hoogte van de wreef, daar zoek je ruimte. Vervolgens breng de teen omhoog, duw de hiel weg om de achterkant van de enkel te openen. En dan druk je de tenen ver weg naar beneden. Draai de tenen naar binnen, de buitenkant enkel te openen. En de tenen naar buiten om de binnenkant enkel te openen. En je zet de voet terug. En doet hetzelfde aan de linkerkant, vanuit het linker standbeen. Zet je de voeten weer naast elkaar op schouderbreedte. Breng de handen naar voren. Vervolgens draai je de rug van de handen naar voren toe. Vingertop omhoog. Maak je een kantelende beweging voor het lichaam langs. Naar beneden. Ga als het ware door je lichaam naar beneden. Open je handen en ga diep in je benen zitten. Dan kom je in een tai chi-achtige positie uit. Handpalmen naar beneden. Vingers naar elkaar toe gedraaid. Pinkje iets omhoog, duimen iets naar beneden. Maak je weer die draai. En alsof je een bos met takken optilt, buig je je armen, kom je uit je benen omhoog. Breng de vingertop weer naar je lichaam toe. Je draait. En nu richt je je vingertoppen naar voren. Ellebogen van je af. Vingertoppen naar beneden. Tot je handen op schouderhoogte zijn. Draai je de palmen. En je brengt de handen langs het lichaam. En je sluit de benen. En dan is de oefening klaar. Veel plezier met oefenen.